Ik ben Bart Tommelijn, minister van Energie en op dit moment de trekker aan de stroomversnelling Vlaanderen. Duurzaam wordt zeer vaak geassocieerd met duur. Dat is het niet. Duurzaam is vooral energie-efficiënt zijn. Minder energie verbruiken, zodanig dat we minder energie nodig hebben. En twee, ervoor zorgen dat de energie die we verbruiken, dat die proper is. Dat die geen uitstoot heeft. Dat die fossiele brandstoffen, dat we die uit de weg kunnen krijgen. En dan een belangrijke zaak is natuurlijk hernieuwbare energiebronnen die we aanmoedigen en die we proberen zoveel mogelijk te plaatsen overal. Ons energiesysteem in Vlaanderen die zou er moeten uitzien in een systeem zonder fossiele brandstoffen en ook zonder kernenergie, want ook daar is er een probleem van afval. De ideale combinatie is wind, zon, warmte en geothermie. Met een goede mix, een goede flexibiliteit waar we kunnen opslaan, waar we kunnen regelen. Die opslag is heel belangrijk en daar moeten we in de toekomst verder aan werken. De belangrijkste trends waar we moeten aan werken om er te geraken aan onze energiepolitiek in Vlaanderen die we willen, zijn heel simpel. Opslag. Wij moeten de elektriciteit die wij op een bepaald moment door de omstandigheden produceren, zon, wind bijvoorbeeld, ook kunnen opslaan, zodanig dat we dat later kunnen gebruiken. We moeten ook aan een flexibel systeem werken waarbij wij slim energie verbruiken, waar wij de momenten waarop we energie vragen kunnen afstemmen op het aanbod. Dat wij onze elektrische wagens kunnen opladen 's nachts als wij overdag zon hebben geproduceerd. Dat wij onze wasmachine kunnen laten draaien op het moment dat er veel elektriciteit is en het ook goedkoper is. Maar voornamelijk dat we ook lokaal kunnen produceren. Vandaag hebben we een zeer centraal systeem waar we dan moeten zorgen dat al die energie ergens geraakt. We moeten vooral zorgen dat we dat lokaal kunnen doen en decentraal.